Nou, verouderde handen kan je herkennen aan het feit dus dat er meer kloven ontstaan. Dus de botten zijn meer zichtbaar. Er zijn meer onregelmatigheden op de huid te vinden. Dan moet je denken aan bruine vlekjes. Maar het is vooral ook vaak een wat dunnere huid die dan ook erbij hoort. Met name het knokkige van de handen kan heel goed behandeld worden met radiesse of een andere filler. En de onregelmatig van de huid kunnen bijvoorbeeld met een tretinoïne hydroquinon crème, een vitamine A crème met een blekend stofje, kan goed worden behandeld. Of met bijvoorbeeld aanvullend peelingen. Nou, de tevredenheid van de behandeling met de handen, die is gewoon goed. Het knokkige kan echt uitstekend behandeld worden in één behandeling. En de onregelmatigheden, dus de huidvlekjes, kunnen gewoon met de middelen die tot mijn beschikking staan echt heel goed weggenomen worden. En andere voor de onregelmatigheden, ja, dan heb je een consult nodig en dan moet een receptje geschreven worden en dat moet je dan meerdere weken moet je dat gebruiken. En dan kan er na een evaluatieperiode kunnen we besluiten of er een peeling noodzakelijk is of niet.